Met een indrukwekkende carrière van 60 jaar heeft Ben Kramer, 77, zowel pieken als dalen gekend, maar hij wijst nooit met de vinger naar anderen voor zijn tegenslagen. Het afgelopen jaar was vooral voor zijn vrouw Carmen een emotionele achtbaan, waarbij onverwachte hulp uit onverwachte hoeken kwam. Terugkijkend op zijn jeugd in Amsterdam-Oost, deelde Ben herinneringen aan een eenvoudige tijd, waarin hij, te midden van financiële uitdagingen, genoot van buiten spelen en looiend aaien met vriendjes. Zijn vader, die een autorijschool runde, spoorde hem aan om werk te zoeken nadat ben de eerste klas van de ULO niet had doorlopen. Zo belandde hij als jongste bediende bij een verzekeringsmaatschappij, terwijl zijn avonden werden gevuld met optredens in een band. Het moment waarop Annie De Reuver hem ontdekte, markeerde het begin van Ben's solo-carrière en succes. De jaren 70 brachten een overvloed aan optredens met 72 shows alleen al in december 1973. Het contact met artiesten als Annie Carrie Tefsen en Tieneke de Nooi was van onschatbare waarde voor zijn carrière. Echter, na deze glorieuze periode kwamen er uitdagingen. Scheidingen, belastingproblemen en een dip in zijn muzikale successen brachten Ben op een kruispunt. Hij voelde zich op een doodlopende weg en overwoog zelfs andere carrièrepaden. Het was Carrie Teffsen die hem een kans gaf in het volkstoneel, waarna musicalrollen volgden, Waaronder Juan Perón in Evita en uiteindelijk de hoofdrol in Phantom of de opera na een uitnodiging van Tineke de Nooi. Ben's persoonlijke leven weerspiegelt ook de complexiteit van relaties. Zijn eerste twee huwelijken eindigden in scheiding, maar hij koest het goede banden met zijn ex-vrouwen en hun kinderen verwelkomen de nieuwe partners. Ben benadrukt dat hoewel scheiden nooit leuk is, het belangrijk is om niet te lang in teleurstelling te blijven hangen en vooruit te kijken. Met een unieke mix van nederigheid en vastberadenheid heeft Ben Kramer zijn eigen pad bewandeld, waarbij hij zowel de hoogte als dieptepunten van het leven met gratie heeft omarmd.